Welkom in de gemeente Gennep, aan de voet van de Sint-Jansberg in Milsbeek. In Gennep hebben wij gezondheid hoog in het vaandel staan. Wij doen veel aan bewegen. We hebben activiteiten in het kader van bewegen. We stimuleren bewegen. Bewegen voor ouderen, bewegen voor kinderen. Maar we doen ook veel aan gezondheid, aan een gezond landschap, aan een vitaal landschap en in een prachtig natuurgebied. Een natuurgebied waar het fijn recreëren, wandelen en vertoeven is. Alles dat bijdraagt aan gezondheid, aan een gezond en vitale bevolking. En daarom is Gennep ook zo trots om daar onderdeel van te mogen zijn. Als gemeente Gennep investeren we heel veel in natuurontwikkeling, maar ook in het recreëren in het natuurgebied. Gennep heeft heel veel kilometers recreatie en plezier. Hier kun je fijn wandelen, hier kun je fijn mountainbiken. En niet onbelangrijk, kano op de Niers is een geweldige uitdaging voor iedereen. En daarom wil ik iedereen van harte uitnodigen om naar Gennep te komen. Oh, we waren al begonnen. Sorry hoor, dames en heren, maar welkom bij de 10e uitzending alweer van Lust for Life. En vandaag met de titel Positieve gezondheid start hier. Hulp bij het maken van gezonde keuzes. Ja, en hoe maak je nou die gezonde keuzes? Waar begin je dan? En wat als je moeite hebt met informatie te begrijpen, omdat je het misschien minder goed kunt lezen, of dat je niet beschikt over de digitale vaardigheden om de juiste informatie te vinden? Nou, in al die gevallen is de bibliotheek een prima vertrekpunt in jouw zoektocht naar een gezonde leefstijl. En daarom zijn we ook heel erg blij dat we vandaag hier te gast zijn. In de meest gastvrije bibliotheek van heel Gennep, in Biblio Plus. Welkom allemaal. Ja, bij mij aangeschoven hier aan tafel Chiara Venner. Chiara is regisseur een leven lang leren bij Biblio Plus. En aan de andere kant van mij zit Esther Bloemen van Gurp. En nou, je bent lid van het kernteam Limburg Positief Gezond. En daarnaast ben je ook nog eens docent en onderzoeker bij Fontys Paramedische Hogeschool in Eindhoven en Zuid Hogeschool in Heerlen. Klopt. Dus je verveelt je niet. Nee, zeker niet. Jij verveelt je denk ik ook niet, hè? Zeker niet. Nee. Want ik ben even met jou, Chiara, regisseur leven lang leren. Wat is dat nou precies? Ja, die vraag die krijg ik vaker. Ja, dat geloof ik. Ja, nou ja, ik ben eigenlijk verantwoordelijk voor alle activiteiten die wij in de bibliotheek organiseren, die bijdragen aan de basisvaardigheden van mensen. Dus dan kun je dus inderdaad denken aan het lezen, schrijven, rekenen, maar ook inderdaad de digitale vaardigheden, gezondheidsvaardigheden, werk, wet, geld, eigenlijk al die belangrijke basiselementen die je nodig hebt om mee te doen. Ja, je tipt het zelf al aan, hè? Gezonde keuzes maken, hè? Leren omgaan met geld, hoort daar uiteraard ook bij. Want hoe kan een bibliotheek je dan helpen bij het maken van die gezonde keuzes? Wat doe je dan? Wat voor programma's ontwerp je? Hoe bied je dat de mensen aan? Ja, nou ja, wij werken heel veel samen met allerlei partners eigenlijk in de regio. Zo hebben we bijvoorbeeld stoppen met roken cursus van Sinofuma die we hier in de bibliotheek organiseren. Ja. Soms ook online activiteiten over vitale veerkracht. Ja, en eigenlijk is het 2 jaar geleden begonnen met positieve gezondheid en de workshopreeks die we samen met de huisartsen hebben georganiseerd. Ja. Samen met Sint-Tijn. En daar zijn we wilden we zich mensen in staat stellen om eigenlijk in gesprek te gaan met hun huisarts over belangrijke thema's. Ja. Langer dan die 10 minuutjes die je krijgt als je... En hoe heb je dat als bibliotheek dan gedaan? Heb je hier bijeenkomsten georganiseerd waarbij je en huisartsen en mensen uit Gennep en omgeving hebt uitgenodigd? Ja, zo hebben we dat gedaan. Ja, en we hebben het model van positieve gezondheid, het spinnenweb hebben we daarbij betrokken. Ja. En ja, we merkten dat ja, Hans-Peter Jung ingevlogen waarschijnlijk. Nou, die hebben we ook betrokken. Ja. Maar toevallig, de gast die straks aan tafel zit, was hier toen huisarts die in gesprek ging met de gasten. Oh, kijk, ja, nou, jullie vragen je misschien af wie dat is. Maar dat is Raymond. Die komt straks, hè? Ja. Jullie zien hem nog niet in beeld, maar hij zit hier al te wachten. Helemaal goed. Ja, en op welke manieren draagt een bibliotheek nog meer bij aan positieve gezondheid? En het onderdeel zijn van de gezondste regio? Want wij willen ons graag zo noemen hier, hè? Ja. Nou ja, we proberen dus alle activiteiten die wij organiseren, vooral op het gebied van gezondheidsvaardigheden,
om die in de bibliotheek neer te zetten. Zodat mensen hier in de regio er naartoe kunnen komen. Maar ook dat model elke keer terug laten komen. Zodat je dat begrip ook steeds meer gaat laden. Ja. En dat mensen positieve gezondheid gaan herkennen. En ook weten van wat kan ik daar nou zelf aan doen. Nou, ja, want je zegt, jullie zijn rondom die positieve gezondheid een jaartje of twee bezig. Ja. Ja. En je merkt ook inderdaad het spinnenweb. Dat is zo'n term wat mensen die met positieve gezondheid bezig zijn, die gebruiken dat heel veel. Kun je even kort uitleggen voor de mensen die nu kijken en nog nooit van het spinnenweb hebben gehoord. Maar wat is dat spinnenweb dan? Ja, zeker. Ja, ik denk, er zijn misschien nog mensen die er nog veel meer van af weten. Maar het heeft verschillende elementen eigenlijk. Waaronder bijvoorbeeld lichamelijk functioneren, meedoen, zingeving, allerlei elementen waar je op kunt scoren. Ja. We proberen dan mensen dus op dat moment vooraf te laten scoren en ook na afloop van de bijeenkomst om al te kijken van, heeft deze bijeenkomst je al geholpen om bijvoorbeeld beter meer mee te kunnen doen? Of heeft het jou inzicht gegeven op welk onderdeel van die elementen jij wellicht een stapje vooruit wil maken? Precies, en ook meteen handvatten dus hoe je dat dan kan doen, want dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Ja, en je zegt, we halen de mensen hier naar de bibliotheek toe. Ja. Nou, afgelopen half jaar was dat heel erg ingewikkeld. Ja, dat ging gewoon niet. Gelukkig is de bib nu weer open. Ja, heel fijn. Hoe heb je het afgelopen jaar hier vorm aan gegeven? Ja, nou, eigenlijk op twee manieren. We hebben wel wat online bijeenkomsten georganiseerd. Maar ja, daar bereik je natuurlijk ook niet alle mensen mee. Nee. En daarnaast hebben we ook veel tijd gestopt in het maken van nieuwe plannen. Want ja, straks kan er hopelijk wel weer een hele hoop. En dan is het natuurlijk mooi dat we nieuwe plannen klaar hebben liggen. Dus we hebben samen met Sint-Tijn hebben we gewerkt aan een kwartaalkalender. Waarbij we dus nu elk kwartaal inzichtelijk gaan maken welk aanbod er is in de bibliotheek op het gebied van gezondheid. Zodat huisartsen straks naast bijvoorbeeld het doorverwijzen naar het ziekenhuis ook kunnen doorverwijzen naar de bibliotheek. Ja, hoe mooi zou dat zijn? Super, ja. En wanneer gaat dat nieuwe plan in? Is dat zo na de zomer? Of wanneer zien jullie dat voor je? Dat is wel het vergezicht wat we nu hebben inderdaad. Ja. Als de situatie toelaat. Maar we gaan er wel vanuit dat vanaf september er weer heel veel mogelijk is. En dit kunnen doen. Ik ga er ook vanuit. Laten we die hoop in ieder geval houden. Dat zou heel mooi zijn. Wat ik ook begreep is dat jullie de mensen die hier werkzaam zijn in de bibliotheek ook mee willen nemen in dat hele verhaal rondom positieve gezondheid. En een van jullie medewerkers volgt ook een speciale opleiding, het scholingsplan rondom positieve gezondheid, toch? Ja, klopt. We vinden het gewoon heel belangrijk. Een belangrijk onderwerp. Het leeft hier heel erg in de regio. En als bibliotheek willen we daar gewoon bij aansluiten. Ja, nou ja, goed. En wat dat scholingsplan en hoe die opleiding eruit ziet, daarvoor schakel ik over naar Esther. Want Esther, jij kan er volgens mij iets meer over vertellen, over dat scholingsplan. We hebben hier jij bent het niet, het is een andere medewerker die vanuit de BIEB meedoet aan jouw scholingsprogramma. Is het alleen voor mensen van de BIEB in Gennep, of voor wie is dat scholingsprogramma? Nee, super mooi om te horen dat ook een bibliotheek aansluit. Hè? Dat we echt breed instappen in het scholingsplan. Want het scholingsplan is eigenlijk een onderdeel van de beweging Limburg Positief Gezond. Ja. En het is eigenlijk ontstaan vanuit de sociale agenda van de provincie Limburg. Waarbij de provincie inzet op gezondere Limburgers. Ja. Van daaruit is de beweging Limburg Positief Gezond ontstaan. Waarbij allerlei organisaties zijn aangesloten, zoals ook het netwerk Noordelijke Maasvallei is aangesloten, maar allerlei andere eerste, tweede en derde lijns en ook nulde lijns organisaties, maar ook kennisinstellingen, wonenorganisaties. Dus eigenlijk heel breed team wat inzet op het inspireren van anderen rondom positieve gezondheid, het aanjagen van initiatieven en het versnellen. Ja, en vanuit al die instellingen, bedrijven, komen er dus mensen samen en die doen die opleiding. Ja, nou in eerste instantie hadden we nog niet de opleiding in het programma. Maar we merkten al heel gauw, er waren ontzettend veel mensen enthousiast om met positieve gezondheid aan de slag te gaan. Maar het is ook nog niet een trucje wat je even toepast. Nee, het vergt nee. daadwerkelijk wel een hele andere grondhouding van die professional. En dat hebben we niet zozeer
geleerd van oorsprong in onze opleiding. Hè? Want het is toch redelijk paternalistisch, waarbij de regie van oorsprong toch vooral bij die professional lag. En die patiënt toch vooral opvolgde. Nou is dat natuurlijk in de loop der tijd al wel veel verandering in gekomen. Het samen beslissen heeft een enorme vlucht gekregen. Ja. Waarbij de professional samen met die patiënt besluiten neemt. Maar positieve gezondheid neemt natuurlijk nog een stap verder. Waarbij die regie echt bij die cliënt, bij die persoon zelf ligt. En waarbij ook nog veel breder gekeken wordt. En dat we in de... bij de beweging merkte dat professionals ook wel echt behoefte hadden aan scholing rondom het gedachtegoed. Ja. Van hoe pas ik dat nu in mijn praktijk nou toe? Handvatten. Kun je dat misschien concreet maken? Help van mij daaruit, erbij. Ja, heeft eigenlijk de provincie gezegd van nou laten we dan een subsidie toekennen, gelden toekennen om Limburgers hierin te scholen. Ja. En van daaruit is het scholingsplan ontstaan. Ja. En wat moet ik me bij dat scholingsplan dan voorstellen? Gaan mensen echt naar school? Komen ze één dag in de week bij elkaar, ergens in een klaslokaaltje? Of hoe gaat dat? Ja, dus dat was de vraag. Hè? Er waren gelden, maar hoe gaan we dat dan invullen? En wat gaan we dan aanbieden? Dus er is een soort kwartiermaker aangesteld en die heeft... er waren natuurlijk bepaalde voorwaarden vanuit de provincie. Hè? Dat moest zo lokaal mogelijk georganiseerd worden, gebruik maakt van de bestaande infrastructuur, bestaande methoden en tools. Er is ook een verkenning gedaan met het veld, hè, waar hebben professionals dan precies behoefte aan. En daar kwam heel duidelijk uit naar voren dat het niet alleen scholing is, maar ook een stukje implementatie. Hoe kan ik dit nu binnen mijn organisatie implementeren? Ja. Ja, en dat zal binnen een BIEB op een andere manier vorm krijgen zeker. Dan wanneer je werkzaam bent binnen het gemeentehuis, ik noem maar wat. Ja, absoluut. Ja. En hoe staat het er nu voor? Die eerste club mensen die is met dat scholingsprogramma al aan de slag gegaan, begrijp ik. Ja. Hoe lang zijn die mensen bezig? We zijn gestart begin vorig jaar met een pilot. En begin vorig jaar is nog net voordat corona... Eigenlijk een begin van de coronaperiode. Okay. We begonnen in januari en in juni is de pilot afgesloten. En in september is het scholingsplan echt open gegaan voor iedereen. Ja. En het scholingsplan bestaat eigenlijk uit verschillende onderdelen. Dus de basistraining positieve gezondheid, die jouw collega waarschijnlijk aan het volgen is. Ja. En die bestaat uit een e-learning in combinatie met twee... fysieke reflectiebijeenkomsten, waarbij mensen met elkaar de verdieping nog gaan zoeken. Een stukje intervisie, want als mensen in praktijk aan de slag gaan met positieve gezondheid, lopen ze toch altijd tegen casussen aan waarvan ze hebben van poeh, ik weet hier eigenlijk, waarbij ze in handelingsverlegenheid komen. En tijdens en die intervisie... meer weet je dan veel meer dan alleen. Ja, en dan ga je zo'n casus ontrafelen. Ja, ja. Maar waar we ook op inzetten met het scholingsplan is op implementatiecoaches. En implementatiecoach, het is eigenlijk een soort train-de-trainer traject. Waarbij we een soort koplopers binnen organisaties opleiden. Die het gedachtegoed binnen de organisatie weer verder gaan verspreiden. En die ook reflectiebijeenkomsten... binnen organisaties kunnen gaan organiseren. Dus jullie collega die hiervoor opgeleid wordt, dat wordt dan de koploper binnen de BIEB, kan ik me voorstellen. En die gaat dan het hele team hier in dit verhaal meenemen. Ja, die collega van jou doet waarschijnlijk nog de basistraining, maar die zou als vervolg nog de implementatiecoach training Precies. kunnen doen. Als die zo enthousiast is. En dan nog weer anderen gaan scholen en meenemen in heel dat ik kan traject. Me voorstellen als je daar eenmaal in zit, dat je ook bevlogen raakt rondom dit onderwerp en dat... je ook steeds meer kansen gaat zien voor jezelf, maar voor je medewerkers, voor de hele organisatie, om dat gedachtegoed uit te dragen. Ja, en dat zien we ook als we groepen hebben, dat er onderling een enorme verbondenheid ontstaat. Ja. En dat mensen ook over domeinen heen heel erg op dit thema gaan samenwerken. Dat is ook wat we hier in Gennep natuurlijk zien, dat vanuit de gemeente allerlei aanliggende domeinen geschoold worden. En dat is natuurlijk heel mooi dat je vanuit die gemeenschappelijke taal van positieve gezondheid samen kunt gaan werken. Hoeveel mensen doen er op dit moment vanuit Gennep, de gemeente Gennep, mee? Vanuit de gemeente Gennep durf ik niet exacte aantallen te zeggen, maar we hebben op dit moment 2000 mensen hebben al de e-learning gevolgd. Ja. Dus, en hebben we het over heel Limburg? We hebben het over heel Limburg en we hebben al 85 implementatiecoaches opgeleid. De doelstelling is om 10.000 mensen te scholen dus en tot 200 implementatiecoaches. Dus we hebben nog een uitdaging voor de En wanneer moet die doelstelling wat jullie betreft behaald zijn?
Ja, eigenlijk, de subsidie is natuurlijk eindig, hè? Dus hij loopt tot eind dit jaar en we hopen dat, want ik verwacht niet dat we eind dit jaar het budget op hebben, dus ik hoop dat we het door mogen schuiven naar volgend jaar en volgend jaar nog dus verder. Dus mochten er nu mensen zitten te kijken, hè, die misschien denken van, goh, misschien wel iets voor mij, wie kan zich hiervoor aanmelden en waar kunnen ze zich aanmelden dan? Ja, in principe kan iedereen zich aanmelden. Het is, in eerste instantie was het voornamelijk gericht op professionals, maar we zien ook dat vrijwilligers, dat daar heel erg behoefte is. En zelfs bij burgers die met positieve gezondheid aan de slag willen. Dus we sluiten eigenlijk niemand uit. Nee. Iedereen vooral die kijkt en denkt, ja, dit wil ik. Ja, eigenlijk als je enthousiast bent en je wil ermee aan de slag gaan, geef je op de website van de Beweging Limburg Positief Gezond. Onder het kopje scholing is alle informatie te vinden. Dus over de basistraining, over de intervisie en ook de implementatiecoach. Nou goed, mensen die dat willen, die weten dat vast en zeker te vinden. Tot slot, wat is voor jou, wat jou betreft, de grootste toegevoegde waarde van positieve gezondheid voor een organisatie of voor een team? Ja, ik denk dat het ontzettend veel kan brengen. Ten eerste werkplezier. Ik merk een ontzettend enthousiasme ook binnen teams. Omdat ze zien dat de interactie met cliënten, patiënten anders wordt. Het wordt soms ook makkelijker doordat je die ander de regie geeft, die ander aan het werk zet. Ja. Maar vooral dat je merkt wat het oplevert. Hè? Dat mensen weer mogelijkheden zien, een stukje zingeving gaan ervaren in plaats van vast blijven hangen in hetgeen wat niet kan. Ja. En dat is heel mooi. Heel mooi. En in een BIEB is dat natuurlijk ook iets wat jullie graag doen, hè? Mensen op die manier daarmee helpen. Ja. Ja. Ik kwam er straks binnen, ik maakte nog de fout. Ik dacht nog dat een BIEB alleen bedoeld was om boeken uit te lenen, maar je tikte me terecht op de vingers. Want wat is die rol van een BIEB wat jou betreft nog veel meer? Waarom kunnen wij niet zonder bibliotheek? We doen eigenlijk gewoon veel meer. We hebben wel die boeken en die hebben we gelukkig nog steeds. Maar het boek is maar een middel en het gaat echt met name om die kennis en om dat mensen mee kunnen doen. Wij proberen dat en hopen dat op een zo laagdrempelig mogelijke manier naar de mensen toe te brengen. Precies, ja, mensen meedoen. Het is een ontmoetingsplek. Ja. Het is een plek waar je informatie kunt vergaren, waar je mensen kunt leren kennen, nou, ja, et cetera. Ja. Nou, heel goed. Ja, dames, dank jullie wel. Ik hoop dat er kijkers zijn die nu denken, hier ga ik me bij aansluiten en dat zou me niks verbazen. Bedankt. Trouwens, over dat meedoen, mooi bruggetje naar het volgende onderwerp. Want meedoen is natuurlijk een hele belangrijke factor binnen dat hele verhaal van positieve gezondheid. En de gemeente Gennep kent bijvoorbeeld ook een heel rijk verenigingsleven. Lid zijn van een vereniging zorgt voor verbondenheid, het erbij horen en mee mogen doen. En een van de allermooiste verenigingen hier in Gennep is het Gennep's Vocaal Ensemble, heb ik me net laten vertellen. En voordat ik met een aantal van de leden in gesprek ga, gaan we eerst eens even kijken naar een fragment van dat ensemble. Hoe zag dat er ook alweer uit voor corona? Kijk even mee.
Ja, inmiddels bij mij aangeschoven Ernst Lamers, dirigent van dit prachtige ensemble. Jan Derks, de voorzitter. En Raymond Nijpels, lid van het koor en oud-huisarts. Nijpels. Oh, dan moet ik echt Nijpels. Ja, graag. Ja, met Nijpels, dan krijgen we verwarring met andere mensen. Heren, fijn dat jullie er zijn. Trouwens, was hartstikke mooi net om te zien toen het filmpje ingestart werd. Ik zag Ernst, die ging zitten en begon ook meteen mee te zingen. Ja. Het kriebelt weer als je dit hoort. En je ziet, wilt toch? Zo weer aan de slag, hè? Ja, ik kan me dat voorstellen. Want op jullie website, als je die aanklikt, dan moet u maar eens doen. Daar staat een van de eerste dingen die te lezen valt. 2020, het jaar dat ons het zingen verging. En dat klinkt natuurlijk heel zwaar. En dat was het ook, want sinds 12 maart 2020 repeteerden jullie eigenlijk niet meer met elkaar. En dat terwijl die donderdagavond, zoals jullie zelf zeggen, heilig is. Waarom zo heilig? De donderdagavond, die is voor vocalisten heilig. Omdat we dan als mannen bij elkaar kunnen komen. Dat is een belangrijke reden. Ik zal niet aanvullen wat er dan wegvalt. Maar we zijn mannen onder elkaar. Ja. Dat betekent gezelschap, oefenen met elkaar. Dat betekent je weer dingen kunnen permitteren die anders misschien niet zouden kunnen. Wil je daar ook nog iets over vertellen? Er is een website, die kun je bekijken. Ja. Die is prachtig, die is er zeer aanbevolen. Die had helemaal uitstekend bij. Maar de website heeft ook een besloten gedeelte. Ah. En dat willen we graag zo houden. Precies, daar mogen alleen de leden van het koor op. Ja, dat is een van de aantrekkelijkheden voor het koor. Ja, ik zie wel twinkelingen in je ogen, dus precies, dat is geeft, gezellig. Dat stuk geeft wel erg mooi aan waarom dat een speciale avond is. Kijk, elk koor heeft natuurlijk zijn bijzondere avond, maar het mannenkoor heeft toch iets speciaals als in ieder geval, avond. En het is ook heilig omdat je dat reserveert. Elke donderdagavond ga je, dus er kan niks anders. De agenda. Precies, en dit geldt natuurlijk inderdaad gewoon voor alle leden en... We hadden hier net zo goed mensen van een voetbalclub neer kunnen zetten of van de volleybalclub. En die hadden waarschijnlijk hetzelfde verhaal verteld. Maar voor jullie geldt dit rondom dat vocaal ensemble. Oh. Ik zie jou knikken. Is die donderdagavond voor jou net zo heilig? Nou ja, dat. Op donderdagavond hadden wij nooit vergaderingen of nascholingen. Donderdagavond was mijn heilige avond. En eigenlijk ook mijn ultieme burn-out preventie. Want je kunt nog zo vol zijn in je hoofd met je werk of met wat dan ook. Als je gaat zingen, dan moet dat hoofd leeg. En dan kun je alleen maar richten met al je aandacht op het zingen. En al zijn aspecten, daar zit veel aan vast. Daar komen we nog wel op zingen. Ja, nou ja, goed. Eigenlijk tip je al aan. Hè, dat zingen is voor jou en voor heel veel anderen een onderdeel van het fit blijven. Zorgen dat ik vitaal blijf. Dat het hoofdje leeg wordt gemaakt. Precies, ja. Je zei dat was. Je sprak net in de verleden tijd. Ja, dat was, want dat is alweer meer dan een jaar geleden dat zo was. En je merkt in het begin hebben we van alles gedaan om de contacten te onderhouden. Hoe gaat het met je? Toen ging het vooral om word je niet ziek en is er dit niet gebeurd en dat. Maar ook hele leuke dingen die uitgewisseld op de website, op dat besloten gedeelte die... Allemaal grappige de zaken die je toegestuurd kreeg via internet en zo. En uiteindelijk ook een zestal brieven waarin mensen zich even toonden hoe ze ervoor stonden om zo'n beetje dus met elkaar contact te houden. Dus op die manier heb je toch gekeken en gezocht op een creatieve manier. Hoe kunnen we dat contact, die ontmoeting die je niet fysiek kan hebben op dat moment, toch in stand houden? Heb je nog meer voorbeelden? Want je maait het gras voor mijn voeten weg. Ik hoef de vraag niet eens te stellen. Maar dit zijn hartstikke mooie voorbeelden. Nog meer gedaan, heren? Nou, intussen hebben we toch ook nog, toen het weer een beetje mocht, in juni geloof ik, in de buitenlucht een jubileum, twee jubilea gevierd. Van 40 jaar, 50 jaar leden van het koor. Want er zijn hele trouwe leden. Ja. Daar hebben we een algemene vergadering gehouden. Dus formeel juridisch even iets afgedekt. Wel, het kon in de buitenlucht. Dat precies, dat gevraagd. Was nog eventjes, toen ging het even een paar maanden goed. Precies, gevraagd of men weer zou willen gaan zingen. Ja, natuurlijk. Zou men dan ook binnen durven gaan zingen? En daar hebben we toen een peiling gedaan. Ja, de meerderheid zei, willen we wel als de ventilatie weer in orde is. Want het was toen het grote punt. De aerosolen waren toen erg in het nieuws. Ja, ja. Wel nog steeds trouwens. Ja. Dus eigenlijk mocht je binnen niet zingen. En
toen hebben we als koor het voortouw genomen met de andere koren van Gennep, althans de 6 andere koren, want Gennep barst van de koren, te overleggen, samen overleg getreden met de wethouder, meneer Peperzak, die gaat over, weet ik veel, gebouwen en cultuur en zo. En die heeft onderzoek gedaan, dus en gezorgd dat in september één van de locaties in Gennep, Picamara, geschikt was om te gaan zingen. Ventilatie in orde, officieel gekeurd, dus prima medewerker van de gemeente gehad. Ja. En in september zijn we daar gaan zingen op afstand. Ja, het was geen gezicht, maar het klonk. Ja, en je kon bij elkaar komen, min of meer. En toen kwam de sfeer een beetje terug. Ja, tot 29 oktober. Toen was het er afgelopen. Definitief afgelopen. Ja, ja. Dus nu is de hoop weer. Hoe gaan we nu verder? Waar gaan we ons op richten? Ja, wat wel mooi is om te horen is dat jullie wel constant bezig zijn geweest door middel van het schrijven van brieven, het interne gedeelte van de website, up-to-date houden met leuke nieuwtjes. Op het moment dat het kon, toch weer jubilea vieren, repetities organiseren. Ja, ja, ik vind dat toch wel mooi om te zien dat die drive er wel in zit. En ja, de dirigent stond nu toe nog redelijk stil geweest. Ik ben nu toch ook heel benieuwd naar hoe hebben jullie dat repetitieavond dan toch vormgegeven? Want volgens mij gebeurt er nu toch wel op de donderdagavond. Ja, dat was op zich zoeken. Er zijn natuurlijk diverse voorbeelden van anderen die dat opgepakt hebben. Ja. Maar wij zijn, en ik al helemaal niet, iemand die iets pakt van anderen en dat klakkeloos overneemt. Waarom? Want elke situatie is anders. Ja, onze situatie is anders dan de situatie bijvoorbeeld van het Van Ruys Mannenkoor, noem maar iets. Ja, ja, ja. En we hebben dus gezocht en gekeken van hoe kunnen we via Zoom uiteindelijk bij elkaar komen. Nou, we hebben daar een formule voor gevonden dat de mensen zich betrokken voelen. Als je bedenkt dat we gemiddeld zo 75-80% doet mee, elke donderdagavond weer opnieuw. Waarbij we eigenlijk een vooral... We hebben daar volgens mij een wat beelden van klaarstaan, dat mensen ook een klein beetje mee kunnen kijken hoe zo'n Zoom-bijeenkomst er dan uitziet. Kunnen jullie ook even meekijken? Ja, ja. Wat zien we hier? Ja, kijk, we beginnen natuurlijk met een warming-up. Dat is eigenlijk net als sport. Want zingen is een sport natuurlijk ook. Ja. En het lichaam moet gewoon eerst op temperatuur komen. En dat is ook heel belangrijk. En jij leidt die warming-up dan? Ja. Jij doet de oefeningen voor en... Dat, ja, en de mensen doen mee. Met z'n hoeveel ben je dan tegelijk bezig? Mannetje zo'n 25. Ja. 20, 25 mensen. En dan staan die kerels allemaal in de huiskamer of in de kelder of op de slaapkamer hun oefeningen te doen. Ja, nou ja, en ze kunnen dat gewoon doen, want er is niemand die ze uitlakt of zo. Dat, nee, ja, goed, alleen we delen het nu met heel Limburg. Ja, nu wel. Weer, maar... Salvo stijgen op. Nee. Nee, en vervolgens hebben we eigenlijk een driedeling in de repetitie. Kijk, samen zingen, dat is onmogelijk. We hebben het ene keer ongeveer 15 seconden geprobeerd. 15 seconden? Via Zoom. En nou, het was een kakker voor die van geluiders. Toen kwamen jullie erachter dat er allerlei vertraging op de lijn zat. En dat het niet bij iedereen synchroon liep. Ja, dat lijkt me ingewikkeld. Hoe heb je dat opgelost dan? Nou, we hebben dus gewoon gezegd van, nou, ieder gaat voor zich aan de gang. Waarbij we vooral gaan werken aan de stembeer. Mensen hebben meer dan een half jaar bijna niet meer gezongen. Juist om die stem weer op gang te krijgen. Ja. Naast de verbondenheid van de mensen met elkaar natuurlijk. Dus we hebben een repetitie die uit 3 delen bestaat. Na de warming-up dan. Allereerst doen we heel veel aan ademhaling. Want de ademhaling is de basis van het zingen. Mm-hmm. Op de tweede plaats. Maar dat zijn dan een aantal oefeningen. Aantal oefeningen. Ze voor en dan gaan de microfoontjes uit en dan gaat iedereen thuis de oefeningen doen. Ja? Alles op mute. Ramon is de webmaster op dat moment. En ik ga gewoon met 1 knop iedereen uitzetten. Precies. En ik kom dan weer wel in beeld. Dan gaan we vervolgens vooral veel werken aan de stem. Want dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Dat als we straks hopelijk in september weer kunnen gaan zingen, dat die stem weer een beetje op gang gekomen is. Want anders moet je dan weer helemaal opnieuw beginnen. Ja, en met name ook dat de mensen weer in hun, in hun hele wezen weer hebben. Hoe maak ik die mooie klank? Hoe ga ik op een gegeven moment met die klank om? En dan doen we ook nog een klein beetje repertoire en echt, laat ik zeggen, echt zingen. Maar ja, dat is natuurlijk eenstemmig. En de melodie zit meestal bij de eerste tenor. Dus voor die is dat op zich nog wel leuk. Maar die andere stemmen, die hebben een begeleidingsstem heel vaak. Ja. En dat is natuurlijk ingewikkeld. Zonder die anderen die daarbij zijn. Ik kan me dat heel goed voorstellen dat dat heel erg ingewikkeld is. Dus we hebben dan trek je je op aan alles wat je hoort en weet je wat jouw lijn is. Maar nu
Ja, je hebt geen referentie. Nee. Dus we hebben dat ook op kunnen lossen. Doordat een van de leden, die durft dat dan aan om mee te komen, een eerste tenor. En die zingt daar mee. Die zingt de eerste stem, ik zing de tweede stem. En dan met ze zelf thuis zingen, afhankelijk van wat ze net hebben. Hun eigen stem mee. En dan hebben we toch iets of wat van meer stemmigheid. Maar dat, je zorgt er wel voor dat je op die manier die donderdagavond toch in stand houdt. Ik kan me ook voorstellen, normaal, bij een echte repetitie ben je ook zo aan de gang. Hè, dat je echt aan het zingen bent, stemoefeningen. Ja. Maar je hebt dan, zoals de voetballers dat noemen, die derde helft. Ja, ik zie helaas, die is niet die aan het halen. Nee, die vervalt. Het is niet zo dat je daarna nog eventjes met elkaar, ik noem maar wat, een borreltje drinkt achter het scherm. Of iedereen thuis. Ja, ik weet het niet. We hebben een keer virtueel, heeft Chris achter de bar gestaan. Ja. Maar dat werkte niet. Nee, dat sloeg niet echt aan. Nee. Dat ging niet goed. Maar goed, deze manier is toch een hartstikke mooie manier om toch dat contact te houden, erbij te horen. Ja, het is natuurlijk vooral, kijk als je praat vanuit het oogpunt van gezondheid, het is het sociale contact, het is je bent met het lichaam bezig, je bent met de geest bezig, alles wat bijdraagt aan gezondheid, doet zingen in een koor, doet zingen überhaupt, doet muziek. Een heel mooi voorbeeld, als ik het even mag noemen, dat is dat ik een aantal jaren geleden begonnen ben met een oudere popkoor, juist vanwege dat facet. En ook ontzettend leuk om dan op een gegeven moment te horen van Ramon, toen hij nog actief was als huisarts, ook mensen echt daadwerkelijk doorstuurt naar zo'n koor om bezig te zijn, om met die geest bezig, met het lichaam bezig te zijn, om gezond te zijn en vooral te blijven. Ja. Heb je daar een aanvulling op, meneer oud-huisarts? Ja, nee. Dat is prima gezegd. De Goldies, prachtige naam voor dat koor. Dat geldt ook voor ons natuurlijk. Hè. Je bent met allerlei aspecten van je gezondheid bezig. En wat onderbelicht is, denk ik, is ook de intellectuele uitdaging. Je komt met nieuwe muziek in aanraking, met teksten, met schoonheid eigenlijk. Ja. Dat geeft eigenlijk de grote kick en dat is ook wat we nu missen. Dat je niet samen iets zingt en af en toe krijg je dan het gevoel, dit is wat we willen. Dit is ons doel. Ja. Dat kan zo mooi zijn. Ja. Daar moeten we weer naartoe. Dus dat geeft dat stukje kippenvel op de arm, dat mis je dan nu? Dat brengt al die endorfines en oxytocine en die knuffelhormonen naar boven. Ja. Nee, maar morgen, je zegt net ook die teksten uit je hoofd. Ja, het houdt je brein fit. Hè? Precies. Want, dingen uit je hoofd leren. Ja. Daar moet je wel wat kunnen. Ik heb 3 kleinkinderen en het is prachtig om te zien hoe die de wereld ontdekken. Ja. Maar vaak denk ik, als ik bij het koor ben ik ook op ontdekkingstocht. Ja. En naar mooie teksten, mooie muziek, dingen die ik nog niet ken, die ik verder kunt gaan onderzoeken in je vrije tijd. Het is subliem. Ja, nou ja, goed. Zorg dat de mensen lekker enthousiast worden. Misschien zitten er nu ook weer een aantal te kijken die denken van, goh, ik woon hier in de buurt van Gennep. Ik val wel in die doelgroep, maar ik ben nog niet lid van dat koor. Kunnen ze zich nog aanmelden? Zijn jullie op zoek naar nieuwe leden? Het wordt echt hoog tijd dat ze dat doen. En het is het ideale moment om me nu aan te melden. Want? Als we 3 september, hopen we, 2 september weer kunnen beginnen. Dan moeten we, niet helemaal vanaf scratch, maar vrij bazaal weer beginnen. Om weer samen te kunnen gaan zingen. Dus dan kun je mooi instappen. Dat is mooi instappen. Dan zitten we niet op het topniveau wat we in het begin gezien hebben. Want dat kost de jaren zweten. Dus eigenlijk is het voor al die twijfelaars. Doen we het nu. Ja, want volgens mij ook nog de Maastrichtreis. Die zit eraan te komen. De jubileumjaren is ook door de neus geboord afgelopen jaar. Oh, dat was ook 60 jaar bestaan. We zouden naar Maastricht. We zouden een reis maken. Concerten geven. Dat ligt nu allemaal stil. Precies, want komt er allemaal aan. Het verzuurd hier, dus die nieuwe leden kunnen ook gewoon meenemen met die reis. Ideaal moment. Hier. Kijk naar de website, geniet daar in ieder geval van. En daarnaast staat er al keurig bij waar je kunt aanmelden. En zoals ik kom maar op die eerste donderdag in september naar de locatie waar we dan repeteren. Of Picamare of de Regenboog. En kom bij die mannenclub. Nou goed, dit geldt natuurlijk voor de heren in Gennep. Maar ik kan me voorstellen dat mensen die uit een ander deel van de provincie kijken. Ik ben ervan overtuigd dat ook bij jullie in de buurt ergens wel een mooi koor te vinden is waar je kan aansluiten. Maar dat kan net zo goed de volleybalvereniging of de hockeyclub zijn. Maar volgens mij zijn we er allemaal weer aan toe om langzaam maar zeker weer... Het is zo belangrijk dat dat verenigingsleven weer op gang gaat komen. Ja. Dat is denk ik überhaupt ook in Den Haag
een totaal onderbelicht aspect geweest van de hele coronatoestand. Ja goed, daar gaan we nu niet te ver op in, maar ik zie dat er wat frustratie bij zit. Ja, nou, ja. Maar laten we hopen dat, goed, jullie zeggen september, als je nu het nieuws volgt, het tempo waarin gevaccineerd wordt, de daling die is ingezet, laten we hopen dat dat zo door blijft gaan. Ja. Dan ben ik ervan overtuigd dat jullie in september weer lekker aan het zingen zijn. Heren, ja, wou je nog iets zeggen? Ja, ik wil een kleine opmerking. Ja? Er wordt ontzettend veel gefietst, hè, maar je hebt nu een wachttijd van weet ik hoe lang op fietsen. Ik heb, dan gaat het over banden, ik heb in duizenden kelen gekeken, diep in de kelen gekeken. Ja. En ik wil dan ook zeggen, wat Cooten en de Bie parafraseren, die zeiden, de mooiste bandjes zijn de stembandjes. Dus behalve dat fietsen, onderhoud ook die. Maar het is helemaal goed. Dankjewel voor deze laatste opmerking. Ja, ik bedank jullie voor het leuke gesprek. Ik bedank ook de dames van de eerste gespreksronde. Ik bedank uiteraard jullie weer als kijkers. En ik hoop dat jullie over 2 weken weer kijken. Want dan zijn we weer terug. En het slotwoord, dat is zoals iedere uitzending weer voor de burgemeester. En ik ben heel erg benieuwd, burgemeester Hans, welke gezonde keuzes maakt u? Wat ik zelf fijn vind te doen hier in Gennep zijn 3 dingen. Dat is wandelen, veel wandelen, heel veel fietsen en kanovaren op de Niers. Dat zijn een aantal activiteiten die ik in mijn vrije tijd heel graag doe. En dat houdt mij vitaal en gezond. En wat kies jij?